Welkom terug bij Uncharted 2 Among Thieves. De tweede Uncharted natuurlijk. En ja, het is een lange tijd geleden. Dit is de derde aflevering van deze serie. Volgens mij de vorige aflevering. Dat was nou in januari, denk ik zelfs. Dus ja, misschien februari. Het is een behoorlijke lange tijd geleden. Inmiddels is volgens mij vandaag. Is Uncharted 4 uitgekomen. En de reviews op dit moment zijn overweldigend. Volgens mij krijgt het spel op dit moment gemiddeld een 9,4 op Metacritic. Dus ja, ik ben. Of ik kijk er behoorlijk naar uit om dat spel te spelen. Maar daarvoor moeten we eerst deze twee spellen uitspelen. Tenminste, één hebben we al uitgespeeld. 2 en 3 moet ik nog doen. En met 2 zijn we pas net begonnen. Dus ik moet er een beetje vaart achter zetten. Ik heb dit spel lang uitgesteld. Ik weet niet precies waarom. Heeft ook te maken met een gebrek aan tijd. Maar ik ga er nu toch even voor zitten. En ik zie daar een soort van krokodil volgens mij. Maar we gaan dit spel spelen. En ik kijk er echt naar uit. Want het is een cool spel. Ik denk dat we hier wat mee kunnen. En ik vond Drake's Fortune, oftewel de eerste Uncharted, die vond ik, dat vond ik ook een geweldig spel, dus. Ik heb er absoluut geen probleem mee om dit verder te spelen, maar zoals ik al zei, het heeft vooral te maken met tijd, denk ik. De graphics zijn eigenlijk behoorlijk goed in dit spel. Volgens mij komt dit spel 2011. Dacht ik. Moeten we even kijken hoe dit allemaal werkt. We zijn ergens midden in de jungle in Borneo. Oké. Nee, oh mijn god. Quietly, ik probeerde te crouchen. Maar ik was de knop even kwijt. Alright, hoe crouch je? Zo sla je. What the hell? Kan je niet crouchen? Oké, blijkbaar niet. Alright. Oh man, ik moet echt weer de controls. Oh, rondje is. Oké, cover. Kut. Ah. Alright. Please die. Volgens mij is dit een stealth missie, maar stealth is niet mijn beste ding. Mijn sterkste punt. Oeh, dat was een headshot. Dat ook. Nice. Oké, mijn aim is redelijk op dit moment. We moeten daar omhoog. Oké, laten we eerst even wat looten. We hebben maar één wapen. Reload was... R1, oké. Okay. Ik dacht L1, maar we komen er wel. Het is oh, die wil ik. There we go. We hebben nu twee wapens. Yep. Alright. Ja, yeah, daar kunnen we heen. En dan. Alright. Over deze boom heen. Oeh. Ah. Ik dacht even dat dat zo'n zo'n collectible was. Oké. De systeem moet even aan de kant. Moet even wijken voor rond. Alright.
Please. Perfect. Uh-oh. Thanks, kid. Glitch. Okay. We kunnen weer verder. Ah, there we go. Inspect the Yuan Dynasty Jade Animal. That's all well. Nee, hou op met die plank. Ik zie niks. Nope. Deze kant op. Dit loopt aardig dood. Moet hij ergens omhoog kunnen? Misschien via die boom. Was dat niet de boom waar ik net al op was? Nu ben ik al verdwaald. Dat zal je altijd zien. Ik moet wel gewoon deze kant op. Ik zie hier niks waar ik aan vast kan klampen. Nee, daar kan hij niet bij. Oké, soms moet je een stapje terugzetten om naar voren te komen. Right. Ik denk dat dit de betere route is. Nate, you should be approaching excavation site 1 by now. Alright. Shit, we've been spotted. Take them out fast. Oh, send word back to camp. Okay. Oh, hello. Good morning. Oh, hij leeft nog. That's how we roll. Okay. Is hij nog ammo? Nee. Ah, hij heeft ammo. Oh, ik zag daar nog iets. Die kunnen we niet pakken. Okay, laten we doorgaan. Alright. Here's the camp. This looks interesting. Let's do it. Ja, laten we ook nog iets stealth doen vandaag. Alright. Okay, genoeg stealth. Oeh, hoe zag hij me niet? Oké, okay, kom maar hierheen. Ik maak je af. Oh, dat ging niet zo soepel. Hij zag me. Oké. Reload. Daar spannen ze ineens. Oeh, oké. Even mijn health terugkrijgen. Alright. Nog eentje daar. Holy shit. Dit was spectaculair.
Right. Oeh, wat een lekker wapen. Oké, wat moeten we doen? Nog meer mensen. Oh shit. Het is allemaal one shot, one kill. Super chill dit wapen. Right, nu hebben we ze denk ik allemaal wel. Oké, oh, nu moeten we... Aha. We moeten rechtsboven zie je zo'n icoontje. Oh, is dit zo'n ding? Wacht even. Ga eens aan de kant. There we go. We got this. Oké, nog drie. Ah, daar is één. That's easy. Er should be only two left. ik pak dit wapen weer terug. Nee, ah, daar. Ik zie hem. All right, one more, we're out. Pam. En daar is de laatste. Die zag ik al aan het begin. Alright. Dan kunnen we door. Neem aan met die trap. Ja, we kunnen eigenlijk ook gewoon zo, denk ik. Nee. Oké, dan toch maar een makkelijke optie. Come on over here, I'll give you a boost. Come on, gorgeous, jump up. You got a great ass, Sully. Very nice. There you go, kid. Oh, bum. Right. Thank you, Al. That must have been some tsunami to wash these ships so far inland. Looks deserted. Is there iets in deze auto? Of in de tenten. Nee, ik denk dat je daar niet in kan. Oké. Dan gaan we hier verder. Pam 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 pam. Uh-oh. Wat is dat? Come on, let's just fix it so we can get out of here. Look, they're not armed. Not that many. What are we waiting for? We can take these guys. I don't know, Sully. Maybe. Oh shit. It's all gone wrong. That had to hurt. There we go. Lekker op een paar knopjes drukken en het komt allemaal goed. Pak hem. Counterattack. Juist. Enough of this frivolity, kid. Come on, we got work to do. What does frivolity mean? What do you bet we follow the hose? We find the can. Follow the hose. Just like in Montreal, huh? You're never gonna forget that, are you? Yeah. Ik follow the hose. Deze kant op. J
Chapter 4, The Dig. Nou, dat was een kort hoofdstuk. Dan ga ik gewoon door met deze aflevering. I think I see the camp up ahead. Waarschijnlijk doe ik gewoon 2 in deze aflevering. Om te vieren dat ik weer terug ben met deze serie ofzo. Oké. Random cutscene. Lazarevich. This man was caught stealing artifacts from site number 5. You would betray me for this? No, no, Zoran, I can't explain. No, no, need, no need. I am surrounded by traitors and fools! What do you say we really ruin this guy's day? Do it. Run out! Search the perimeter! Go! All right, it's all yours, kid. I'll cover you from here. Okay, hij regelt het wel. Silly. What a fool. There we go. Pakken dat wapen op. Ik denk dat we. Oh man. Nothing is enough of this shit. There we go. Oké, deze gast kijkt een beetje deze kant op. We kunnen een headshot doen, maar ik wil het eigenlijk wel een beetje stealth aanpakken. Oeh, hij zag ons niet. Het was een volle headshot. Man. Oké. Uh-oh. Oh, dat is Sally. Oh shit. Oké. Vooruit. Wat schoot uit die gast? Wat de hel? Oké. Ik denk dat iedereen dood is. Man, this Lazarevich guy isn't screwing around, Sully. You should see all this stuff. He's got files on every expedition to find Shambhala. All the way back to the 1600s. What about Marco Polo's journals? Here they are. Just hurry it up, you haven't got much time. Yeah. The worthy pilgrim is granted a golden passport to conquer obstacles on his journey to Shambhala. Huh. Is that supposed to mean something? Beats me. Hold on. Here we go. It was with great sorrow that I left my fellow travelers to their fate. A fate decreed by the dreadful cargo we bore from Shambhala. They must have thought that tsunami was some kind of divine retribution. Wait a minute. Damn. Sully, I don't think the Chintamani stone is here. What? Listen to this. I would have sooner endured the wrath of Kublai Khan himself than remove the Chintamani stone from that sacred shrine. Marco Polo never had the stone. Then what dreadful cargo is he talking about? I don't know. Well, if the stone's not here, what the hell is Lazarevich looking for? Shambhala. Here in Borneo? He's a little wide of the mark, don't you think? He must be trying to pick up Marco Polo's trail.
back to Shambhala. Why? Because the stone is still there. Chloe, can you talk? Hold on. Yeah, I'm here. In all this digging they've done, have they found any bodies, any remains at all? No, now that you mention it, nothing. Why? Over 600 people were shipwrecked here, yet there's no bodies. Don't you find that a little odd? So where did they all go? Where would you go if a tsunami hit? To higher ground. Bingo. We head to that mountain. What do you bet we find Marco's pals? Chloe, can you meet up with us? Already on my way. Great. Uh-oh. Nate, you gotta get out of there. You're gonna have to give me a minute, Sully. You don't have a minute. What's this? They're all dead. Oh, damn. I have a beard. Well, that's convenient. Grenades. Okay. That's nice. Okay. It's gewoon hetzelfde als in het vorige spel. What was that? Oh, we hebben nog een granaat. There we go. Very nice. Hello. Okay. Ah man, hoe overleeft hij dat? Oké, okay, nu zijn het al veel mensen. Very nice. Hij gooide volgens mij een granaat. Maar die gooide die vooral voor zichzelf. Uh-oh. Uh-oh. Nee. Slecht idee. Ik wilde hiden. Oké. Okay. Nee, niet weer. Godverdomme. Ah. Damn it. Ik druk de hele tijd op rondje. Super irritant. Oh, dit is een heel slecht idee. Dat was een heel slecht idee. Okay. Oh boy. Oh. Ah, damn it. Here we go. Oh, wauw. Ik dacht niet dat hij me zo zou raken. Nee, god. Man. You're kidding me.
Is hij dood? Ik hoop het. Whoa, whoa, whoa. Is dat die gast dan heel lang geleden? Ik kon een wapen pakken, damn it. Oké. Let's go. Oh mijn god. Silly, je mag ook wel wat beter schieten. My god. Hoeveel mensen? Ah, mensen komen van achteren nu. Ja, het probleem is, ik heb geen granaten meer. In ieder geval ammo. Ja, dat zou ik heel graag willen, maar ik heb geen ammo. Just what I needed. Het is denk ik iets te ver. Oké. Okay. Ah, granaat. Ik heb hem. Oh, en nog één. Oké, oké. Oh.
Dat was een slecht plan. Man, hoe gooi ik een granaat op dat ding? Oh. Dit helpt niet. Dood. Man. Oké. Oh, ik heb nog twee granaten. Oké. Ik ben echt aan het... Maar waarom kan ik die... Kan ik niet, zeg maar, de curve zien? Eat this. There we go. Finally. Oh my god. Waarom kan ik geen arch throw doen? Je hoeft er toch alleen maar L2 en... En R2. Of L2 en L1. Oh wel, we hebben hem. Uiteindelijk. Should be this way. Alright, dan gaan we deze weg. Deze way. Deze weg. Rustig. Deze kant. Wow, Sully. Look at these stones. It's beautiful. Ah, het is eigenlijk best wel mooi. Not bad. Did you look at that? Oh yeah. Hey. Hello. What do we have here? With any luck, the last resting place of Marco Polo's crew. Shall we check it out? All right, let's check it out. Wow, this place must be thousands of years old. At least. Ik zie niks. Whoa. Okay. Geen probleem. Must be hundreds of bodies down here. Het ziet er gezellig uit. Vooral dit ding. They must have taken refuge here during the tsunami. Oh fuck. Hey, I think I found something. In here. What? More resin. I've seen this before. Sully, give me a light. Wow. Wait a minute. This is blood. Okay. Dan ligt er aardig wat bloed. All right, let's follow the blood stains. We'll see if they lead somewhere. Seems to end at this wall. Yeah. It's odd. Moves a little. Waar een wil is, is een weg. Trail leads in here. More bodies. Oh my god. You know, maybe I'm crazy. But it looks like they all killed each other. Come on, man. You're just getting smart. A little bit. Look at this. What do we have here? Careful. Christ almighty. Just kidding. Nate, you're gonna give me a goddamn heart attack.
Oh. Man, is that an ugly friggin' thing? What is it? Some kind of weapon? No, no, it's a purba. It's a ritual object from Tibet. It's used to destroy obstacles. Huh? No, you know, spiritual ones. Oh. Wait a minute. Wait, could this be what Marco Polo was talking about? Kid, I don't even know what the hell you're talking about. In his journal, he wrote that the worthy seeker would be given a golden passport to conquer obstacles on the journey to Shambhala. So, what, this is it? Look, that's all really interesting, but where the hell is it a passport to? Well, maybe this map would help. Let me see that. Between Greater India and the province of Tibet lies a field of exquisitely finished temples. Hundreds of gilded spires stretching as far as the eye can see. Hold on, I know this place. It's in Nepal. Yeah, except it's not just a field of temples anymore, it's a city. Well, that could make things a little more challenging. Now, hold on, there's more. In all these many temples, only one conceals the secret path to Shambhala. And that path shall only be revealed to the pilgrim who bears the golden passport. All right, nice work, kid. So what are we waiting for? Let's get out of here. All right. See ya. Let's get going. Oké, hij keek echt blij. Ja, dat skelet. Maar we hebben in ieder geval nu wel een mooie... ja, ik weet niet eens wat het eigenlijk is. Het lijkt een beetje op een soort van dolk. In ieder geval een puntig lang voorwerp. Een lang en puntig voorwerp. Give me a hand, Nate. This way. Oh, God damn it. Come on. Harry! In here! Don't let them escape. It's Drake! What the hell are Get your hands up. You sure know how to pick him. Shut up, Sully. Should have known it was you. And you, Victor, goddamn Sullivan. You still dragging this tired old sack of shit around? Easy, Nate. That's pretty ballsy for a guy who spent the last 3 months behind bars. Better than pissing away 3 months in the jungle without a clue. Found the ships, though, didn't I? You couldn't find your own ass with both hands. And a map. They came from down there. Whoa. Harry, look at this. Speaking of maps, between India and Tibet, one temple will reveal a pathway to Shambhala. Jesus, Flynn, while we're young. Oh, no. Don't be such a bad sport. Take them to Lazarevich. You're gonna wish you'd stayed in prison, mate. Move. Come on, keep moving. Ah, shit. Are you all right? Yeah, well, it'll make it look more believable. Now I'm gonna try and buy you some time. Chloe, you have to come with us. No. Just meet me in Nepal. Now run. Let's go. I like her. Yeah, I bet you do. Goeie actrice is het. Shit. They've spotted us. Run for it. Please die. Thank you. Ooh. Thanks for the heads up. Will you quit screwing around and get up here? Let's go. Ik weet niet precies. Ah, hier omhoog. Sunday, you gotta be out of your mind.
We'll break our goddamn necks. Yeah, if we get caught, Lazarevich will break them for us. I'm getting too old for this bullshit. Oh, come on, now don't you start this again. Listen, I don't have your luck. Guys like me gotta know when to walk away from the table. Sully, we're gonna get out of this, okay? We always do. Yeah. You go meet your girl in Nepal. I'm going somewhere warm. Come on. Hey, you can tell me all about it when you get back. There they are! Oh, shit. Well, shall we? After you, Butch. See you in hell, kid. Shit. When you said Lazarevich had a head start on us, you weren't kidding. Well, he's had some help from the local guerrillas. The city's been on the brink of civil war for years. He just needed to throw a little gasoline on the fire. Charming. Yeah, well, all the chaos provides some cover while he destroys the city looking for the right temple. Nate? Hello? Yeah, I'm still here. You're not having second thoughts, are you? Oh, me? Never. Good, because I'm so ready to be done with these clowns. You got a map? Yeah. I'll meet you in the old market. Things are pretty quiet over there. All right, you got it. Uh-oh. I got company. Oh, great. Can you lose them? I think it might be too late for that. Come on. Nate, are you all right? I've been better. Oké, dat was best een spectaculaire aflevering. Bijna drie kwartier ook. Maar dat was het voor deze aflevering. We hebben twee hoofdstukken gedaan. Volgens mij 3 en 4. En de volgende aflevering gaan we kijken hoe dit verder gaat. Nadat we dus zijn geramd door een soort van gearmoorde, hoe zeg je dat in het Nederlands? Gepantserde vrachtwagenachtig iets. Dus dat wordt spannend. Maar voor nu bedankt voor het kijken en tot.